allemaal, het is vandaag zondag en het is een extra lang Pinksterweekend. Dus we hebben besloten om een lekker hotelletje te pakken in Rokanje. Super mooi met een eigen bad en een eigen zwembad bedoel ik. En nou ja, je ziet het allemaal strakjes wel. Hey guys, we gaan zo lekker naar de sauna toe. We hebben de sauna privé geboekt voor mij en Niel en Arohi. Dus daar hebben we wel ontzettend veel zin in. Dus ja, weer een gezellig weekendje. De privé sauna. Ik heb hier twee lichtbedjes. Hier heb je een soort dompelbadje. Douches. Hallo. En dan heb je hier de sauna zelf. Lekker. Zo, we gaan nu even lekker eten. Beach West. Een restaurantje hier vlakbij het hotel. En die koffie? Ja? Ja? Ik had alleen weer dat ik goede koffie heb. Ja. Ja, klopt. Sorry. Hij zit echt die bonen. Met Chitty hadden we ook wel lekkere koffie hoor. Ja? Had je nog echt erop? Hallo. Hey allemaal, ik ben weer bij Volcatus Plaza aan het werk. De eigenaar is een goede kennis van me. En eigenlijk toen de zaak open ging, heb ik hier een hele tijd gestaan. Hele tijd weg geweest ook. Af en toe als hij me nodig had, kwam ik weer terug om hier te werken. Om hem te helpen. Ik moet zeggen, het is best wel leuk. Het is sowieso wel een hele leuke zaak. Leuke mensen hier. Dus ik werk vandaag de hele dag.
Gisteren zijn we trouwens teruggekomen, Aniel, Arohi en ik, van een dagje Rokanje. Badhotel Rokanje zaten we. Daar zie je nog een uitgebreide vlog over. Of als het goed is, heb je de beelden net gezien in deze vlog. Het was echt heel leuk. Althans, we hebben het heel leuk gemaakt. Maar het was heel kort. Het was natuurlijk Pinkster Weekend. Dus maandag was Aniel vrij. Arohi ook van school. En ik hoefde ook niet te werken, dus toen hebben we maar, we zaten een beetje van alles te checken om wat te gaan doen. We dachten weekendje Parijs zou ook wel leuk zijn, maar ook weer kort eigenlijk. Ja, Parijs is toch wel leuk als je er minimaal 3 dagen of zo zit, denk ik. En dat kwam ons helaas niet uit, dus hopelijk binnenkort. Ja, we zijn met de band nu volop aan het voorbereiden voor Su. Su Tour staat al een tijdje vast. We gaan eind juli, begin augustus, kijken heel erg naar uit, uiteraard. Dus ja, ik ga weer even verder werken. Hey guys, we zijn nu bij restaurant Helai in Rotterdam Zuid. Vlak bij Pathé. En volgens mij is het een Afghaans restaurant, als ik het goed zeg. Meneer, is de Afghaanse keuken toch? Oké, top, is goed. Het is de Afghaanse keuken en ik kan me niet herinneren dat ik eerder Afghaans heb gegeten. En Niel is hier wel eerder geweest, vroeger. En die zegt dat het echt super lekker is en het zag er ook heel lekker uit. Het is ontzettend mooi ingericht. Super lekker, toch? Ja. En dit is eigenlijk de eerste keer dat we Afghaans hebben gegeten. Het heeft heel veel overeenkomsten met de Indiase keuken. En ik ging helemaal stuk, want op de menukaart zie je dan staan. Hier dan een plaatje van samosa, weet je wel. Het ziet er precies hetzelfde uit. Gewoon driehoekjes en dan is het gevuld met iets. Alleen dan heet het samosa. Helemaal stuk, maar. Het is echt wel super lekker. En in plaats van lamskorma heet het lamskorba. Dus ja. Dus het is er wel heel erg van afgeleid. Maar ja, logisch ook. Dat heb je natuurlijk ook met Indiaans en Pakistaans eten. En wel echt, echt lekker hoor. Ik heb eigenlijk niks gegeten wat ik niet lekker vond hier. Dus zeker voor herhaling vatbaar. En vandaag hebben we een hoofdmenu genomen, 2 voorgerechten en dan laten we niet te bond maken, want we gaan straks nog gamen. Dus ik wilde gewoon even proeven, maar ik zit aardig vol, moet ik zeggen. Het is wel echt een aanrader, man. Helai in Rotterdam. Nou, we zijn nu even in Game Stage. We gaan gezellig gamen. Zo! Oh, goeie zeg! Hey. Heel veel tegelijk. You can do it.
legend aan het... Super Oyo. Ik wist echt het bestaan hier niet vanaf. Guys, ik had zo'n obsessie met Toy Story vroeger. Echt niet normaal. Nog steeds eigenlijk hoor. Ik heb die poppen ook. Ik heb Woody, ik heb Buzz. En dat was de allereerste animatiefilm die ik toen heb gezien. Het was ook de eerste die uit was gekomen van Disney en Pixar. En ja, obsessie. It started, man. Echt awesome. En nog steeds hoor. Ik vind het nog steeds echt geweldig. Gewoon. Nou, we zitten dus in de Hollywood Event Center of zo heet het. En het is hier zo tof. Ik wist mijn god niet dat dit hier zat hoor. Echt alles wat hier zit heeft te maken met Hollywood. Dat is zo cool. Je hebt hierachter gewoon de huiskamer van Toy Story. Nou, ik dacht dat ik gek werd. Ik zag een pop van Chucky. Ik zag Arnold Schwarzenegger. Ik zag de Joker. Ik zag de Gremlins. Echt alles zo super vet. En ik zag Superman. Ja, Batman was dat. Oh ja. Batman. En ja, echt super vet man. En Niel is eventjes cocktails gaan halen, dus we gaan lekker aan de zuip. Ik zei kippencola, cola. Dat hebben ze niet. En cola mag jij niet. Baby, je mag blij zijn dat je hier bent überhaupt. Ik ben weer aan het werk bij Vocatus Plaza. En ik heb nog een uurtje ongeveer te gaan. Ik heb de hele dag gewerkt van 11 tot 8. Oh, ben jij alleen? In de rij voor buurman en buurman. Voor wie staan we in de rij? Buurman, buurman. Gaan we foto maken? Ja. Huh?
net heerlijk Grieks gegeten bij Irodion. Was heerlijk. Lekker lams. We got a new television. Hey guys, wij zijn in het Dolfinarium in Harderwijk vandaag. Lekker wandelen. Ja. Yeah.